het zijn maar Clash of Battles, Next Gen, de try-outs. Maar ook bij de try-outs is het publiek actief, zoals je nu kan horen. Deelnemers die willen laten zien dat ze erbij horen in het volgende seizoen, krijgen ze één ronde de tijd voor en dat wordt beoordeeld door de deskundige jury. Tim en Klopdokter. Ja, die dus. Rapper aan mijn rechterkant, sowieso voor. Noah, Jackson, Utrecht, fuck up. Laten we dit doen, man. Rapper aan mijn linkerkant. Vorig jaar Kill of Rome, dit jaar gewoon Malik. Een turnout, we gaan de rest ook proberen verstaanbaar te praten. Oké dan. Hé, maar beginnen we zeker. Ja, ja, ja. Pas als publiek nog een beetje energie geeft, let's go. Let's go. Okay, laat me beginnen met te zeggen, ik heb vandaag fucking veel afro's gezien. Shit, laat me denken aan familiereunie. Jongen, ik snap niet hoe dit kan. Wie is dit? Je kleine broertje van je moederskant? Vandaag ben ik dus tegen deze guy, die lijkt op afro samurai. Hij heeft geen moe van massa slice, maar ik zie dat je tegen de massa stijgt. Fucking dikke guy. Het ziet eruit alsof je tot het leven bent gekomen met één haar en wat zaad uit een Afrikaanse penis koken. Of Mr. Satisfied verveelde zich en dacht, ik doe die Naruto Kakibushi poging. Maar de shit is mislukt en nu hebben we deze dikke Bruno Mars vertoning. Hè? Man, eerlijk, vertel me nou, wat kom je hier nou doen in de ring? Jongen, je bent niet verdwaald als een vluchteling, de foto en de droomvleugel van de Efteling. Ja? Shit gaat nergens over. Vandaag zorg ik dat ik je afro jack alsof ik hier struik kom blozen. Hè? Ja, je rare wandelen in de tak. Zet op je hoofd een struik gewas. Jongen, normaal brengen ze een bodybag. Voor hen heb ik een plantenbak. Jongen, ik ben Jackson. Die vis. Vandaag maak ik mijn entree. Geef me een seks op mijn show. Ariana Grande. Fijn, man. Let's go. Oké. Eerst en vooral, fuck de jury. Omdat ze mij vorig jaar in de twijfel staken. En die overal om stem te vragen. Dus. Als er één van jullie motherfuckers het woord twijfel en zijn gedachten laat gebruiken, die wandelende miskouwe schedel in te slapen. Maar dus, Jackson D. Pascal. D. Ja. Nee, please, wat staat de D voor? Hey. Ik denk, voor wat hij zijn kont wil zien, hè? Is geboren als een pussy met een veel te losse spleet, dus zet hem maar een D in zijn naam omdat hij zelf geen heeft. Echt zo'n vage dude. Maar ik zal u laten zien wat een echte man met een D kan doen, pas. Maar ik breng een doemscenario. Deze dude wordt daar gedood, man. Dreigementen dwalen nog dagen door die dwaas zijn hoofd in discrediet gebracht. Dromen als Dracula doorboord, de vlog die zit gevangen in mijn kop net als een waterhoofd. Over hoofd gesproken. Ik ken een zus. Shelly? Beetje veel make-up, maar heel lelijk wezen. Eerlijk, ze mag er wezen. En hij mag het weten, want ik liet die bitch spinnen als er even steelt. Shit, wat verwacht hij? Een Belg die kan rappen over Vlaamse friet. Chocolade en bier, like stereotype. Maar ik heb liever een zachte G dan een naam met die. Ik ben die Belg die op zijn schoen moest kloppen. Ja, ik moest kloppen. Want de Belg doet het niet. Shit, ik stuur die bitch naar de bank als Rosa Parks. Ze maken hole in zijn chest als Tony Stark. Als ik het zet op mijn bars, roepen ze damn als ik hem drop. Dat is Kendrick Lamar. Shit, en ik ga Volkert van der Graaf op deze opgefokte aap. Zou je zo hard in elkaar gaan dat ik niet meer overlaat? Want mijn handen zijn zo net dat ik die roze open slaat. Kijk, Jackson en mijn jaw, zou die opgepompte haak met een triller van zijn hoofd als motherfucking jij laat een triller op zijn benen als Babi ook aars. Thuis. Ja! Klopt ook! Yes. Hoor het wel, klopt dokter. Ik vond het funny wat je deed. Op een of andere manier, de counter-response die was er niet echt. Maar ik vond het wel grappig, dus ik kon wel om lachen. Ik denk wel dat je alles net iets meer moet doorontwikkelen. Ik moest zelf heel snel skippen in mijn hoofd. Of je de top 5 aankomen van Pancha weet ik niet. Maar ik wil je wel gewoon nog een keertje, gewoon in ieder geval één battle zien, weet je. En als je dan echt hard komt, dan ben je er gewoon in. En ja, anders niet. Dat is ook zo bij Pancha. Dus ik geef je wel een ja, ik wil het wel zien. Niet mijn schedel in slaan, met hem. Dat bedrijf niet. Je hebt wel wat leuke insteken, aan het einde ook leuk, maar ik miste eigenlijk echt
bars waardoor hij echt geraakt werd. Weet je, ik had niet zoiets aan het einde van hij staat voor lul. En dat vind ik wel een belangrijke bij punch-out. En dat kun je ook in doorslaan, want je kan heel grof doen tegen iemand en dan, ja, dat is ook niet altijd leuk. Maar bij jou miste ik dat toch. Je kan het wel, je snapt het wel. Maar ik vond het niet goed genoeg om er nu een punch-out te zetten. Team. Pas. Ik heb een beetje het gevoel dat we, zeg maar, door de audities heen gaan, dat ik wat softer aan het worden ben. Ik ben hier heen gekomen met, ik wil een aanvulling voor de mic. Iemand die me gewoon wegblaast. Mijn insteek was, ik kom hier en als er 2 of 3 doorgaan, dan ben ik happy. Als er 5 doorgaan, is het geweldig. En ja, ik weet niet, ik vond het niet slecht, maar ik vond jouw bars aan het begin, hoeveel je toen deed, als je dat ook tegen hem had gedaan, was ik blij geweest. Weet je? Nu was het een soort van, je geeft mij fire en denk ik, oké, cool, bedankt. En vervolgens tegen hem, ja, weet je, ja. Dan denk ik van ja, als je dat gewoon door had getrokken richting hem, dan had ik het gewoon top gevonden. En in jouw geval vond ik het ook, het was wel oké, dat één leuke invalshoek en precies wat je zag in het midden was het even weg. En aan het einde werd het weer leuk, maar ja. Ik zeg je eerlijk, maar die bars die gaan waren wel echt tof. Ja, maar ik snap het niet. Nee, maar dat is het. Dus ik wil gewoon hier. Ik wil niet weer iemand in de league hebben die straks ook na een ronde zegt, hey, de ronde in mijn hoofd was de shit, maar ja, wat op camera staat viel tegen. Laten we die wet doen als het niet gaat, loop ik zelf weg, man. Oké. Zie je me niet meer, man. Julian Jackson heeft gesproken. Jackson is door, maar ik mag ook door. Ja, jij hebt een ja en een nee, ik zei voor allebei. Ja, nee. Ja, nee. Ik, en 2 twijfels. Ja, ik zeg in principe voor mij ja. Kan. Ja, kijk, de vraag is: moet wel iets toevoegen aan de line-up die er staat? Moet wel iets toevoegen aan de league, weet je? En ja, op een of andere manier kan ik niet naar de krant, man. Ja, ik zie geen. Er kwam vrijwel helemaal geen reactie uit de hele ronde. Op een of andere manier. Dus je rapt wel tegen hem? Nee, gewoon de bars. Die was hetzelfde accent. Ik vind je gewoon staan, man. Ja. Echt, ja. Ja, ik sta hier prima. Ja, maar ja, het komt helaas niet aan bij de kraut, man. Dus het gaat er niet worden voor jou, helaas. Jammer genoeg. En ja, 2 twijfels en ja. Klopt, zei ja toch? Ja. Ik zei ook twijfel, heb je twijfel. Ja, dus dan ben je op klopt zijn ja dan. Door, weet je. Okay, maar je moet het wel laten zien. Ja, ik zeg, als ik niet volgende battle fuck op, dan loopt het zelf. Dan ligt er alsnog uit, dus je moet gewoon nog fire brengen in die eerste battle, man. Congratulations, maar niet. Oké, dus hij zegt door, hij helaas niet, maar geef het toch voor die boys, man. Step links of rechts boven? Ja, voor mij links, voor jou rechts boven. Ik heb best wel genoeg te roten, dus ik laat zo'n pauze in en dan gaan we over een kleine 10 minuten verder. Rook iets, drink iets bij de bar. Wat ik dus zei, klik rechtsboven om te stemmen wie jij beter voelt. Like, delen, abonneren en check je de volgende keer, man. Lekker.